Geacht u, meneer Van Zwieten, familieleden en andere genodigden. Het is mijn eer uw aandacht te mogen vragen voor een feestrede. Die zal worden uitgesproken door de heer Van Oppelen van de afdeling personeelszaken en de heer Beukenhout van het magazijn. Ontvangt u ze met een hartelijk applaus. Ik dank u. Wat heb je in vredesnaam voor een pak aan? Ik moest je rok aan, zei jij. En ik heb... Ja, maar al die rommel erbij. Nee, maar het is een pak van mijn zwager. Mijn zwager die is goochelaar namelijk. Is Magic Henky, die ken je misschien wel. Heel bekend. En die had geen snabbel vanavond. Kon ik zijn pak leden, zodoende. Een pak van een goochelaar en al die rommel. Nou ja, laat maar gaan. Wij gaan dan nu beginnen met de toespraak. Ja, ga staan. Ja. En kijk naar meneer Van Zwieten, hè. Waar? Kijk meneer Van Zwieten, daar. Kijk hem aan. Ja, daar zit hij. Ja, vooraan. Nee! Beukenhout! Hij zit, daar zit hij. Daar zit hij. Dat kan je zo toch niet doen? Kijk dan naar mevrouw Van Zwieten. Kijk naar mevrouw Van Zwieten. Is dat mevrouw Van Zwieten? En nou... Is dat mevrouw Van Zwieten? Ja, natuurlijk, naast hem zit toch mevrouw Van Zwieten. Wie is dan die grote blonde met... Nee! Dat zeg je toch niet? Laat nou, dat is mevrouw Van Zwieten. Goedenavond, mevrouw, meneer Van Zwieten. Zo, en nou begin je, hè? Na jaren van noeste arbeid. Na jaren van woeste arbeid... Nee. Noeste. Nee. Is het mij een genoegen? Moet je spoegen? Alsjeblieft, laat mij het maar doen. Neemt u ons niet. Hij doet het zelf, hij gooit hem op zeker. Ja. Geachte mevrouw, meneer Van Zwieten, kinderen, familieleden, collega en andere genodigden. Kortom, hallo allemaal. Nou. Het is de heer Beukenhout en mij. Het is de heer Beukenhout en mij een groot genoegen om naar. Wat doe je nou? Gooi met wat lager. Ja, als die lager moet, dan doe je dat zo met dat ding en dan los en dan zakken. Hij kan niet lager. Jawel. Zo. Nou. Zo, die gaat nooit meer omhoog. Klaar? Ja, gaan we. Geachte mevrouw, meneer Van Zwieten. En speciaal meneer Van Zwieten. Het is de heer Beukenhout. Hallo allemaal. Ho nou maar. Het is de heer Beukenhout en mij een grote eer om namens het personeel. Een grote eer om. Een zeer grote eer. Helemaal geen eer. Om namens het personeel. Jongens, is misschien leuk als we eerst even het lied doen. Ik zit zo, ik heb een lied gemaakt. Dat is even lekker om de stemming erin te maken, jongens. Daar gaan we, hè. En daar heb je Van Zwieten. En daar zit zijn vrouw. Kijk, daar heb je Van Zwieten. En daar zijn vrouw. Ja, daar heb je Van Zwieten. En daar zit zijn vrouw. Ze zijn er, ze gieten. Wat zijn ze vrouw? Toch niet zeggen. Dat voor de stemming. Je kan toch niet zeggen, ze zijn als een gieter. Ze zijn als een oelebedoet. Oh. En dan zeg je ook nog, wat zijn ze blauw. Lijken wel smurfen. Nou. Kunnen jullie door een waterkraan? Oh. Neemt u ons niet kwalijk, mevrouw meneer Van Zwieten. Een kleine vergissing. En wij zouden dus willen zeggen, speciaal tegen meneer Van Zwieten, dat het onze... Wat is dat nou? Kom in! Afschuwelijk! Ja, hou nou maar! Die ken je wel, hè, mevrouw Van Zwieten? Hey.
Maar dat heb je ervan, hè? Meneer Van Swieten, wij weten, u hebt veel ups en downs meegemaakt. Niet over praten, maar... Veel ups en downs hebt u moeten verwerken in die 35 jaar dat u aan het hoofd hebt gestaan van ons bedrijf. Ik wist het niet. Houd toch je rotzooi bij je! Ik zeg, in die 35 jaar dat u aan het hoofd hebt gestaan van ons... Colorado! Nee! Ik zeg dat u aan het hoofd hebt gestaan van ons bedrijf. Ja, wat heet? U hebt het bedrijf opgebouwd van een kleine eenmanszaak. Van een kleine een... Het haalt, joh. Haalt hij erop. Van een kleine eenmanszaak. Misschien leuk als ik even tussendoor, hè? Even een leuke mop vertel. Moet nee, hoor, geen mop. Even voor de stemming, hè. Dat is heel erg leuk. Dat is mooi voorstellen. Is een hele leuke mevrouw. Die woont op een bovenhuis, hè. Bovenhuis. En het is heel erg leuk. Er komt daar een nieuwe melkboer. Zo'n warme melkboer die komt daar aan de deur. En heel erg leuk. En dus die melkboer die ziet die juffrouw en die denkt, nou, dat zou best wel eens even mee kennis maken. Dus op een avond, die melkboer die trekt een stoute melkfles aan. En die gaat op avond naar de juffrouw. En die juffrouw staat net op het punt om naar bed te gaan. Dus die heeft de peignoir aan. Wat vind je, die melkboer die belt aan. Die juffrouw doet open, ziet die melkboer staan. Het zegt tegen die melkboer... Kan je nou niet opschieten? Ken je hem al? Ouwe mop, daar gaat het toch helemaal niet om, man. Laat me nou even mijn toespraak beëindigen, ja? Hey, maak hem. Ik zou dus willen zeggen, meneer Van Swieten, het is ons een eer om vanavond namens het personeel even te kunnen spreken. En waarom is ons dat een eer? Pak even een kaart. Even een kaart, pak een kaart, willekeurige kaart, leuk. Heb ik toch geen tijd voor nou? Pak nou een kaart! Oké, een kaart. Ik zeg... Stop de deur. Hier dan. Ik zei dus, meneer Van Swieten, het mooie van u als directeur is vooral... En dit was de kaart! Ratatata! Ah, wel nee. Is het vooral een eer om... Ja, nee. Om te kunnen... Nee. Om te kunnen zeggen... Nee. Om te kunnen zeggen dat wij zo'n bewondering hebben voor... Hou op, alsjeblieft. Laten we maar beginnen met de aanbieding van het cadeau. Oh ja, het cadeau. Dat zit zo. We hebben een... Zeg het zelf. Ja, het cadeau, geachte dames en heren, is... Het cadeau is deze keer voor mevrouw Van Swieten. Voor mevrouw Van Swieten. Want wat is meneer Van Swieten zonder haar? Kaal. Nee. Zo bedoel ik dat natuurlijk niet. Ik wil alleen even zeggen, wat is meneer Van Swieten zonder mevrouw Van Swieten? Juist. Wat is meneer Van Swieten zonder mevrouwtje Van Swieten? Helemaal niks. Nou, nee, zo wil ik dat niet zeggen. Een grote nul. Nee. Wat is meneer Van Swieten zonder mevrouw Van Swieten? Een grote afgang! Nee. Even duidelijk stellen! Ik bedoel, wat... Oude konijnen! Oh. Yes, wat is meneer Van Swieten zonder zijn vrouw? Niet dat wat hij nu is. En daarom mag meneer Beukenoot vanavond aanbieden het cadeau namens het personeel aan mevrouw Van Swieten. Ga je gang, schiet. Ja, we hebben dus met de jongens van Magen zijn heel lang gezocht, maar we hebben iets gevonden. We hebben namelijk gekocht voor mevrouw Van Swieten... Reis. Een bikini.
dat is heel leuk, want het is de allernieuwste bikini. Daar weet ik niks van. Ze zou een reis aangeboden gaan. Nee, ik vond haar wel veel leuk. Ik zag hem leggen. Ik denk, dat vindt ze leuk. De allernieuwste bikini. Allernieuwste bikini. Ja. Wat is dat dan? Twee vingerhoedjes en een kurk. Oh.